Als u gaat scheiden, komt er vaak een hoop op u af. Uiteraard spelen er allerlei emoties, of een scheiding nu uw keuze was of niet. Daarnaast moeten er veel zakelijke en praktische dingen geregeld worden. U moet afspraken maken over uw kinderen, over woonruimte en over de financiën. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met een gespecialiseerd echtscheidingsadvocaat. Die kan u begeleiden bij dit hele traject en u informeren over alle mogelijkheden en zaken die geregeld moeten worden. Het is belangrijk dat een scheiding past bij uw specifieke wensen en behoeftes. Om die reden is een scheiding ook maatwerk en is het ook belangrijk dat de advocaat bij u past. In dat kader kunt u overwegen te kiezen voor mediation. Bij mediation maken u en uw partner samen afspraken over alle zaken die geregeld moeten worden. En bent u niet afhankelijk van een rechter die de knoop doorhakt over heel belangrijke zaken in uw leven. Mediation is daarom vaak de prettigste, goedkoopste en snelste manier van scheiden. Helaas is het niet in alle gevallen mogelijk om een scheiding via mediation te regelen. Ook in dat geval is het heel belangrijk dat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt. Zeker als er kinderen zijn, is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt en dat de onderlinge verstandhouding ook gewaarborgd blijft. Naast de afspraken over de kinderen moeten er ook afspraken worden gemaakt over woonruimte en financiën. Een gespecialiseerd advocaat kan u hierover adviseren en zo nodig in bijstaan. Vaak wordt de vraag gesteld, wat kost nou zo'n echtscheidingsprocedure en hoe lang duurt het? Over de duur is heel moeilijk iets te zeggen. U moet bij een scheidingsprocedure rekening houden met minimaal 1 tot 2 jaar in totaal. Mediation kan in 3 tot 6 maanden vaak geregeld worden. Voor wat betreft de kosten is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan 1 vast bedrag aan uw advocaat. Of u hiervoor in aanmerking komt, is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. Voor mediation geldt dat sommige rechtsbijstandsverzekeraars die kosten vergoeden. Kortom, bij een scheiding komt er veel op u af en moet er een hoop geregeld worden. Goede rechtsbijstand is dan ook zeer belangrijk. Wilt u meer informatie of een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen met een van de 5 gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten van Cleerden en Hamer.